Mooi uitgewerkte trappen die naar de abdijkerk leiden, zitbankjes in graniet en hout, verschillende groene zones en een nevelfontein. De Kloosterweg onderging de voorbije maanden een metamorfose. Op vrijdag 20 september is het plein officieel ingehuldigd. Want waarom hebben we dit gedaan? We hebben dit gedaan om die prachtige kerk, het mooiste monument uit onze stad, in beeld te kunnen brengen en te zorgen dat het niet door een muur onzichtbaar werd. Wel, het is inderdaad hier een van de meest historische sites van onze stad. En ik vind door hoe dat plein hier nu is aangelegd, dat die archeologische site veel beter tot zijn recht komt. En wat het vroeger wat meer een achterhoek was, dat nu toch veel opener zit en veel meer sociale controle ook en sneller uitnodigt om er een keer door te gaan. Dus ja, ik vind dat dat wel deel uitmaakt van de site. Tevreden van de inrichting? Ja, zeker. Het is zeker al een zeer mooi, maar ja, er moet nog wat gebeuren, die beplanting en zo. Maar het is wel zeer mooi. Ja. We zijn heel tevreden. Gemeenteraadslid Wouter van de Winkel hier bij ons. Wouter is altijd gezegd het mooiste plein van Eindhoven. Is het voor jou nu het echt het mooiste? Ja, absoluut. Eigenlijk zouden de mensen eens moeten terugkijken op Google Maps, hoe het er een paar jaar geleden nog uitzag. Ik denk dat we inderdaad beloofd hebben om het mooiste plein van Eindhoven te maken. En die belofte zijn we nagekomen. Hè. Het ziet er prachtig uit. Heel tevreden. We staan hier bij ons met mevrouw en meneer Pardaans, hier op het kerkplein. Tevreden van de inrichting? Absoluut, zeer tevreden. Ja. En tegen in het begin is er groot verschil. In het begin zaten we in de modder, maar nu niet meer. Gaat het een plaatje zijn waar u regelmatig gaat komen zitten, hier waar u nu zit? Absoluut. Als ze twee toelaat, zijn we dikwijls zitten. Ja, ofwel hier, ofwel op de trappen. Ja. Jullie wonen hier, hè? Wonen jullie hier graag? Ja. Absoluut. In het begin niet, maar nu werk het. Het is het derde jaar dat we hier aan wonen. Het is een beetje aanpassen natuurlijk. Hè? Ja, absoluut. Toch? Absoluut. En onze fonteinen gaan marcheren, dat gaat hier prachtig zijn eigenlijk. Ja. Ja. Wanneer gaat dat komen, hè? Die fontein? Ja, er was een of ander probleem met de aansturing. De elektrische cabine die in die kelder hier moet geïnstalleerd worden, was niet juist of defect of zoiets en moeten ze nog komen plaatsen. Het is geen leidingwater, hè, trouwens, deze fontein? Nee, inderdaad. Ze werkt volledig op hemelwater. Dus het water van de Hansomgeving hier komt eigenlijk allemaal samen in een vrij grote betonnen vergaarbak die hier onder het plein zit. Wie dat hier in de winter een keer gepasseerd heeft, heeft gezien dat dat zeer ingrijpende werken waren. Dat was ook de reden waarom dat het leek alsof dat hier niet vooruit ging. Maar dat was vooral omdat ze grote grondwerken moesten doen naar een zware betonnen plaat. Want ja, een betonnen bak van een paar kuub, als daar water in komt, dat weegt wat, dus dat moet op een goede, degelijke manier zijn. En ik herinner mij nog dat onder andere de controleurs die hier in opdracht van Rio Pact waren, heel duidelijk zeiden van, laat dat voldoende lang uitharden, hè, want daar moet dan een bestrating over, dat dat goed stevig is en dat we daar geen problemen hebben in de toekomst. Wat betekent dat dan in de zomer voor dit plein? Geen fontein met een droge zomer? Dat kan. Dat kan. Maar het zit wel wat liters onder de grond, hoor. Ik weet niet van buiten hoeveel kuub dat juist is, maar dat op is, ja, het is toch meer dan een gewone regenwaterput. Is het de bedoeling dat hier ook ooit evenementen gaan komen, zoals gezegd is in de tijd? Ah, ik zou dat toch tof vinden, ja. Dat lijkt mij hier het ideale plein om iets voor de donderdagen te organiseren of iets anders. Of lijkt mij ook logisch dat ze in de kerk wat sneller deze uitgang nu zullen gebruiken, omdat hier toch op dat prachtig plein uitkomt. Dus ze hebben hier dan hun oase de abdij gemaakt, dus het lijkt mij logisch dat hier af en toe een keer iets georganiseerd mag worden en kan worden. Zeg, en af en toe gaat er ook een klein evenementje doorgaan blijkbaar, hè, op dit plein. Hebt u daar weet van? Nee. Niks van gehoord? Nee. Dan kun je een keer buiten komen om te dansen ook blijkbaar. We hopen toch dat het rustig en stil blijft, want het is hier een heel stille zone. En dat hopen we toch. Okay. En af en toe gaat er ook een klein evenementje hier kunnen plaatsvinden, blijkbaar. Ah ja, dat is ook goed. Dat is goed. Dan kunnen we een keer dansen en een keer mee zingen en een keer springen natuurlijk. Je zet mij gedacht. Ik dacht aan dansen. Bent u een tevreden schepende met het geheel? Natuurlijk. Ah ja, alles wat aan Eindhoven vooruit helpt, dan ben ik altijd content. Hè. Dat kan even goed. Ik ben even tevreden als we een straat verbeterd hebben in een van de deelgemeenten. Dan dit hier. Hè. Hier past zo'n project zoals dit hier. Past hier volledig hier aan de kerk. Maar even goed, elders in onze stad moet er ook nog veel werken gebeuren. Hè. Dus investeren in ons openbaar domein loont. Dat vind ik wel. Nu is dat hier goed voor een paar tientallen jaren. Hè. En dat is
kunt zeggen, dat is veel geld, 1,6 miljoen euro. Aan de andere kant, als je dan voor dat afschrijft over Hans die lange periode, is dat eigenlijk niet zo duur. En zeker niet als je dan moet rekenen dat er dan onderhoudskosten ook aankomen door slijtage en zo verder. Nu is dat hier afgewerkt, dat is een mooie natuursteen. Dat gaat niet stuk. Dus nee, ik vind dat een terechte investering en zijn geld waard.